Is het een speciale viool? Nou, dit is een Franse viool uit de jaren 20 van de vorige eeuw. Ik ben er wel heel erg blij mee. Het is mijn eigen viool. En dat is op zich wel bijzonder, dat vind hè? Ik echt wel heel erg fijn. Ik heb er echt, ik denk 2 jaar gezocht naar een viool die ik echt bij me vond passen. En toen past die dan bij je? Nou, hij is heel warm in de laagte en ook in de hoogte is hij heel warm. Maar hij heeft wel heel veel briljantie erop en dat vind ik echt heel erg mooi. Kan je het laten horen? Dus hij heeft... Het warme? Het warme, Kijk, hij heeft dus heel veel diepte en warmte in de lage klanken. Maar in de hoogte is hij juist weer heel erg helder. En dat vind ik heel mooi. Ik zal iets spelen. Oh ja. Hij heeft heel veel kern en heel veel briljantie. En dat vind ik heel mooi. Jij zegt jaren 20 vorige eeuw. Weet je dan ook waar die gemaakt is? Ik bedoel, dat is natuurlijk bijzonder. Nou, het is een Paul Cole. Het is een Franse vioolbouwer. En waar die precies vandaan komt, dat weet ik niet. Nee. Heb je niet de neiging om dat hele verhaal uit te zoeken? Ja, vind ik wel heel erg interessant. Ik hou heel veel van geschiedenis. Maar dat zou ik nog een keer moeten doen. En hoe is het? Want dit zijn cd-opnames voor het nieuwe cd van het Jeugdstrijkorkest. Ja, van het Britten. Ja. Er komt straks nog een moment met Daniel Rowland. Ja, we gaan ook met Daniel Rowland nog opnemen. Heel leuk. Dat is echt heel bijzonder. Ja, echt Maar welke plaats neemt viool dan in ten opzichte van klassieke zang? Nou, ik ben voornamelijk bezig met zang eigenlijk. Want ik studeer klassiek zang in Amsterdam. En ik ben eigenlijk de hele dag voornamelijk aan het zingen en bezig met teksten en met drama, theater. Maar ik heb ook een jaar viool gestudeerd. En die viool die heeft ook wel heel veel, heeft een grote plek in mijn hart. Ik speel nog heel graag viool. En ik ben hier dus concertmeester en ik speel ook met ensembles nog en ik speel nog veel viool. Dus het is wel een groot deel van mijn leven, maar voornamelijk ben ik in mijn studie bezig met zingen. Accent ligt nu even bij het zingen, maar dit doe je eigenlijk ook je hele leven al. Ja. Ik speel elke week meerdere keren viool ook. Hoe is het dan om klassieke muziek zo'n belangrijk deel van je leven te laten uitmaken? Nou ja, ik vind het heerlijk. Ja, daarom kies ik er ook voor. Ja. Ik kan gewoon niet zonder muziek. En hoe kwam het? Want jouw moeder is dirigent. Ja, mijn moeder is dirigent en heeft ook viool gestudeerd en speelt piano. En van jongs af aan ben ik al opgegroeid met heel veel muziek in huis. Van mijn vader ook nog allemaal jazz invloeden. Dus daarom vind ik ook verschillende stijlen heel erg interessant, denk ik. En toen ik 3 jaar was, toen nam mijn moeder me mee naar een opera. Naar de opera Tosca. Oh ja. En ik heb daar echt doodstil heb ik daar geluisterd. En ik vond het zo bijzonder. Ik denk zelf dat het daar het zaadje is geplant. Ja, precies. Daar is het begonnen. Ja. Ja, maar als het je raakt, raakt het je. Dat is het natuurlijk, hè? Mm-hmm. Dus het kost je waarschijnlijk ook gewoon geen moeite om elke dag hiermee bezig te zijn. Nee, ja, ik vind het alleen maar heel erg leuk. En tuurlijk is het zo, als je dingen... Je moet natuurlijk studeren uren op een dag. En soms heb je daar geen zin in. Maar het resultaat geeft zoveel voldoening altijd. Dat je ook weet waar je het voor doet. En waar zit die voldoening in? Wat gebeurt er? Ik vind het echt fantastisch als ik concerten geef en mensen kan ontroeren en kan raken en iets mee kan geven aan mensen. Dat is echt het mooiste voor mij wat er is. Doordat je bij Britten zit, heb je dat dus ook al heel veel gedaan, hè? Ja, ik heb ook al een aantal keer solo gezongen bij het Britten. Ook in het buitenland op tournees en ook op vorige cd's. En dat vond ik ook heel erg leuk. Ik kan het dan goed combineren hier, de zang en...
viool. Ja. Dus je hebt al gevoeld wat het is om mensen te raken, om voor een grote groep mensen op te treden. Dat heb je al vaak ervaren. Ja, ja, we hebben een heel uiteenlopend publiek hier. Ja. De ene keer speel je voor 2000 man, de andere keer voor 50. Kinderen, volwassenen, veel oudere mensen ook natuurlijk. Maar... Ja. En hoe zie je dan de komende jaren, Rosa? Want je hebt nu zowat 4 jaar conservatorium erop zitten. Mm-hmm. Klassieke zang, viool, maar theaterdrama is ook nog een mm-hmm. belangrijk mm-hmm. onderdeel voor Zeker. Je. Ik bedoel, waar gaat het multitalent naartoe? Ja, nou, wat echt mijn grootste droom is om muziek en theater te combineren. Dat is mijn grootste passie. En het allerliefst doe ik dat in ieder geval met zang. Maar als ik mijn viool er ook nog bij kan gebruiken, dan is het al helemaal fantastisch. Maar met zang en theater zijn heel veel mogelijkheden. De wereld over? Ja, graag. Ja. Eerst Nederland veroveren en dan de wereld, ja. Heel mooi. Twee violen, bravo. Heel goed, super.